Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. En in deze video spelen we terug Minecraft Survival. Ik ben hier weer in mijn wereldje met mijn supercool schild. Het enige echte gletsjer logo op Minecraft. En er zullen wel een paar bij zijn van bij de vorige aflevering waar ik niet eindelijk ben verlet. Ja, dat klopt. Ik ben gewoon wat offscreen op avontuur gegaan. Superleuk natuurlijk. Nu, anyway, ik sta hier op de kerktop. En zoals jullie daar zien, is daar een silversmith. Dus deze village is best. Het is niet dicht bij mijn huis, maar ook niet super ver. Maar we gaan dus kijken wat er in de smid ligt. Ik ga even alles stelen uit de silversmid, als dat niet erg is. En wat zit erin? Oké, er zijn wel best veel saplings, dat is leuk. En een appeltje, oké. Wat we nu gaan doen is terug naar de basis gaan. Ik ga teruglopen, ik zie jullie terug bij de basis. Oh, sorry, het is niet tot bij de basis. Ik hoop gewoon dat ik nog wolfjes tegenkom. Dat hoop ik, oké. Dus dat weten jullie dat. Dan zoek ik een villager die kool ruilde voor emeralds. En dat is een heel goede deal. Ik heb nog nooit een emerald blok gehad in survival. Dus ja, dat wil ik ook wel eens hebben. Ik wil weten hoe het is om, I know, rijk tata te zijn. Ik ben sowieso een heel rijk tata in mijn Minecraft survival. I know, ik ben aan het opscheppen. Maar dat boeit mij eigenlijk niet. Ja, hallo spider. Hoe gaat die? Je ziet me niet. Nee, goed zo. Toch wel, godverdomme. Vraag erom, man. Hey, ik schild. Ik weet niet wat ik zou doen, maar ik ga het toch doen. Ik ga de strijd aan met de Enderman. Oké, Enderman. Zo ging het de andere keren. Oh, fuck off. Hopelijk gaat het nu beter. Let's go. Oh. Shit, dit is echt intens. Oh damn, ik heb die gepakt. De end wil ik ook binnenkort gaan vinden. En ik wil ook iets announcen. Als ik de end dragon heb verslaan, dan gaat seizoen 2 klaar zijn van de Minecraft Survival. Ga ik eerst Minecraft Story Mode uitspelen. En dan ga ik pas terug beginnen met de survival. Oh, kom op, moest je nu echt ontploffen? Nee, jij ook niet. Gast. Ik zoek een Enderman. Enderman, where are you, my friend? Hij is angry op mij. Oh man. Was niet eens fucking eerlijk. En die Enderman zit achter mij aan. Zo ging het vorige keer ook. Oké, kom dan. Nee, grapje, grapje. Ah, fuck off. Half hartje. Godverdomme. Ik kan nu wel niet naar buiten. Is die kerel nu gewoon in mijn basis gekomen? What the fuck, man? Maar ik kon die niet eens slaan. Dat was fucking valsspelerij of zo. Oh, echt stomme Enderman. Waar zit je, man? Wat is het hier? Ik hoor hem wel nog, maar volgens mij zit hij in de waterlift. Of hierboven. Ja, flikker. Het is Enderman. Oké, 1v1, man. Je hebt lijk, Enderman. Die heeft geen oog gedropt, jongen. Wat een flikker, echt. Ah, oh, dit is echt de brolste Minecraft aflevering ooit, maar echt. We hebben al 15 Eyes of Enders. Dat zijn er eigenlijk best veel. Vanaf dat ik er 30 heb, wil ik op avontuur gaan. Ja, 30 is genoeg. Dus dan ga ik misschien eens een livestream verzamelen of zo. I know, ik kan amper livestreamen, maar dat zal me wel lukken. Maar ik wou dus deze aflevering iets nieuw brengen. Wat ik ook wou doen, is hier een dorpje beginnen bouwen. Maar het andere ding dat ik eerst wil gaan doen, is een soort van wall of maken. Ik weet nog niet waar ik moet doen, maar ik wou het eerst in een ander let's play doen, een City Skylines let's play. Ik denk van, je hebt toch helemaal geen City Skylines let's play? Ja, dat klopt. En ik had echt een aflevering opgenomen, geëdit en zo, en al die dingen. Maar het lukte niet om de video te renderen of zo. En ja, dan is die let's play niet door, ja. Dus dacht ik, dan maak ik misschien de Wall of Fame hierin dan. Ik moet eerst zien waar ik dat ding ga maken. Ja, ik denk dat dit wel een mooi plaatje is. Oké, dus dit wordt onze Wall of Fame. Zo, dit is dus onze Wall of Fame. De Wall of Fame ziet er niet geweldig uit. Dus daar ga ik nog even iets aan toevoegen. Oké, zo ziet de Wall of Fame er al iets cooler en netter uit. En wat is de Wall of Fame eigenlijk? Op de Wall of Fame ga ik allemaal mensen die af en toe reageren, of gewoon goede vrienden of zo, die gaan af en toe op de Wall of Fame komen en die krijgen dan een shout-out. In de eerste aflevering ga ik mijn eigen erop zetten. Ik dacht zo dat ik u er ging opzetten, maar ik ga dat echt niet doen. Dus ik ga eerst mijn eigen op de Wall of Fame zetten. En op de Wall of Fame komt er nog iemand anders bij en dat is Cobra NL.
Denk je waarschijnlijk aan van waarom komt Cobra NL op je Hall of Fame? Ah wel, hij reageert af en toe op mijn video's. Ik heb in 2 video's van hem mogen meedoen. En dat vind ik gewoon super tof. Dus als je de volgende aflevering er op de Hall of Fame wilt komen, krijg je ook een shout-out en zo. Uw links gaan in de beschrijving staan en zo. En al die troep. De volgende afleveringen gaat dat natuurlijk wel al direct in het begin van de video zijn. Zodat je er wel een beetje aan hebt. Dus dan ga ik Cobra misschien ook wel nog in de volgende video doen, omdat de helft al niet meer aan het kijken is waarschijnlijk. Maar ja, dit is ook weer de video voor vandaag. Dus vond je deze video leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. Want omlaag gaat niet. Haha, ik word je daar bro. Abonneer je in de volgende keer en de volgende keer meer. Dan en ja, nog een leuke dag of zo.